hier in de Q-studio Van Velzen. Hey Roel. Hey Wim. Hey. Hoe gaat het, man? Goed, joh. Ja? Hoe is het met u? Heel goed. Heel goed. Tof dat je hier bent. Ja, ik ben heel blij. Ik ben altijd, heel vrolijk als ik naar België mag komen. Je wordt altijd heel vrolijk als je hier bent. Ik weet ook niet hoe het komt, want het is echt zo. Ja, ik dacht, ik hoorde dat Anke niet kon, Anke. Vandaag. Dus ik dacht, kom even je opvrolijken. Het is super, echt super goed idee. Ja, wat Anke betreft, wat Anke altijd doet in het begin van een gesprek, altijd beschrijven hoe de artiest, dus jij in dit geval, eruit ziet. Welke kleren je aan zo, maar we hebben vandaag. Anders moeten we Sylvie even roepen. Sylvie? Sylvie? Ja? Kom je even? Dit is Roel. Ja. Roel van Wilsen. Sylvie. Hi. Sylvie Willems. Sylvie, pak even die microfoon. Even beschrijven hoe Van Wilsen... Moet ik even de catwalk misschien? Dus het is belangrijk dat hij even vertelt hoe hij... Dus Anke vertelt hoe hij eruit ziet zo ongeveer. Is het goed? Ja, maar hier langs, Roel. Loop maar naar hier. Ja. Roel heeft dus een zwarte jeans aan. Ja. Vrij aansluitend. En zo, de rit staat open. Niet meer. En hij heeft een grijze poloshirt aan met witte strepen. En dan nog zwarte all-stars. Wat zeg je? Ja, all-stars. Jack Purcell. Het is een soort... Jack en nog iets. Maar het ziet er allemaal heel hip en trendy uit. En heel zomer. Oké, is goed. Sylvie, bedankt. Ik kan nu voortwerken. Dank je wel daarvoor. Goed, Roel ziet er hip en trendy uit. En mijn rit zit weer dicht. Ook handig. Ik zal daar geen details over vragen. Ik zal gewoon over een nieuwe cd of zo beginnen. Ik heb gelezen dat jij naar Zweden nu gaat of geweest bent of naartoe gaat. Of hoe zit dat? Nou, in Zweden is eigenlijk, zit een producer en een songwriter met wie ik een hele goede klik heb. En heb ik een heleboel nieuwe liedjes geschreven. En dat is eigenlijk heb ik met hem het grootste gedeelte van het vorige album ook geschreven. Dus Take Me In, wat je net draaide, dat heb ik samen met hem geschreven. En hij heeft ook Love Song geschreven. Oh. En een soort echt mijn writer's buddy. Dus, waarom? Allee, ja, stomme vraag, hè, maar waarom kan je dat niet gewoon in Nederland? Waarom moet dat dan naar Zweden? Of is daar dan meer inspiratie of zo? Of gaat dat? Ja, ze zeggen wel dat het daar in het water zit natuurlijk met Roxette en met ABBA en Ace of Base. En daar komt nogal wat komen echt hele grote wereldhits vandaan. Ja. En ook qua producers zijn ze heel hoog aangeschreven. Max Martin bijvoorbeeld, de producer die Rihanna doet en Pink en Britney Spears en al die dingen. Meen je, dat is allemaal Zweeds. Ja. Ah. Ja, dus, maar dat wist ik allemaal ook niet, hoor. Dat weet ik allemaal pas sinds kort. Maar hij had voor mijn eerste album een aantal liedjes geschreven. En daarna ben ik samen met hem wat dingen gaan proberen. En dat klikt zo goed dat we nu heel veel samen schrijven. Super, hè, om zo iemand te hebben. Waarmee ja, dat zo is heel klikt. Fijn. Dat is fantastisch. Ja, dat is wel toch een heel erg nauwkeurig iets. Het moet maar net klikken. Ja. Dat je kritisch op elkaar kan zijn en elkaar kan inspireren. En dat je ook allebei tekst en muziek schrijft. Dat resulteert in mooie dingen vaak. Ja, ik ben heel blij daarmee. Ja, en wanneer komt dan de nieuwe cd uit of zo? Of weet je dat nog niet? Ik denk pas begin volgend jaar. Begin volgend jaar? Ja. Dus nog even geduld. Dat is nog lang. Ja, we hebben net een nieuwe single hier. Dus die heeft hij ook geschreven. Dus het is echt helemaal raak. Follow me, follow you, zo heet die nieuwe single. Wil je hem spelen voor ons? Ik ga hem spelen. Dat is het plan, hè? Zeker. Goed, reactie op YouTube is... heerlijk nummer. Jammer dat Roel een vriendin heeft. Krijg je die vaak erin? Dat is niet waar, hoor, trouwens. Nee, het is middels mijn vrouw. Ja! Wacht, ik weet het. Wacht. Nu moet ik even denken, hè. Jij bent getrouwd op nieuwjaar. Ja, klopt. Eerste minuut van het nieuwe jaar ben ik getrouwd. In België. In België? Ja. Maar waarom trouw je op de eerste minuut van het nieuwe jaar? Omdat het ook een beetje onze datum was. En we vonden het ook leuk om een feest te geven met oud en nieuw. En het is natuurlijk het ultieme goede voornemen, hè. Dat kan je wel zeggen, ja. Goed, we zijn april inmiddels. Ja, hoe staat het qua goed voornemen? Het gaat nog steeds heel goed. Ja, oké. Okay. Ja, heel goed. Dat is heel goed. Oké, okay. Goed. Zometeen de nieuwe single van Velzen live op de radio. Blijf nog even zitten. Jazeker. This is